Ik nodig iedereen hier uit, omdat het een demonstratie van individuen is, niet van organisaties. We staan hier omdat we vinden dat er iets moet veranderen, omdat er iets niet goed is. En omdat dit een organisatie, geen organisatie is, maar een demonstratie van individuen, van iedereen, kan iedereen nu naar voren komen, één voor één, en vertellen waarom ben je hier vandaag, waarom ben je kwaad en wat moet er veranderen. Ieder mens op de wereld heeft recht om een stuk gelukkig te zijn. Gelukkig kan je zijn als de basisvoorwaarden er zijn. Dat iedereen zijn huur, zijn water, zijn elektriciteit kan betalen. Het mag niet zo zijn in de wereld dat mensen niet deel kunnen nemen aan de welvaart. De welvaart is er voor iedereen. De welvaart moet je delen. Dat de banken zo tekeer gaan is verschrikkelijk. Maar ieder mens heeft een stukje geluk en daar recht op. Dus ik zeg, welvaart moet je delen. Ik dacht dat het Nederlands veel beter aankwam, dus dan praat ik Nederlands. Ik sta hier want ik heb een oplossing. Een oplossing eigenlijk voor een ander systeem. Want dit systeem dat is corrupt. En wat ik heb geen idee opgeschreven. Mensen zeggen, ja, schrijf het op. Ja, maar dat is alleen maar mijn visie. Dus eigenlijk wat ik nodig heb is een stel mensen, maar iets 10, 20, 30 mensen ergens. Een locatie hier in de buurt. Met een schoolbord of zo, en dan kunnen we tot een oplossing komen. En dan kunnen we plotseling tegen al die mensen zeggen die ook plotseling staan en stil zijn op de paai van hé, jongens, wij gaan ervoor werken om vrijheid te creëren voor de hele wereld. En dat is, we kunnen plotseling, nou, volgend jaar gaat er iets groot gebeuren, nou, dan volgens mij kunnen we dan een hele grote stap maken. En ja, dan kunnen we dat doen, misschien iets van 5 uurtjes of zo, iets opschrijven en dan. We kunnen gewoon de hele wereld, ook een paar, kom op jongens, ja, we gaan weer aan de slag. Huppakee, laten we daar alles ook een paar vergeten, want de mensheid, wij gaan beginnen. En dan weet de hele wereld, plotseling, poem, we gaan beginnen. Want we zijn opgehouden, we gaan doen, we act. Ja, en dat hebben we eigenlijk nodig. De mensen, wie is committed? Ik ben Paul van Aken. Ik ben vooral tegen het grote graaien door aandeelhouders van internationale BV's en directies van voormalige overheidsinstellingen, zoals nutsbedrijven. Vroeger hadden we er eentje, nu al 14 of zo, met allemaal dure directies. Zorginstellingen, scholen, etc. Over de macht van de banken, de leningen en de controle. Het is schandalig dat dit allemaal wordt toegestaan door de overheid. Deze lieden helpen elkaar in commissies aan topsalarissen en bonussen en splitsen ze BV's om nog meer winst te kunnen maken over de rug van de werknemer die op de nul moet blijven zitten al jaren. Er leven 1,5 miljoen mensen op of onder de armoedegrens in Nederland. Het is schandalig voor woorden. Het moet stoppen! Het moet stoppen! Zijn de mensen van goede wil. Het mooie is dat in de hele wereld de mensen van goede wil opstaan. Of het in het Midden-Oosten is, Wall Street, Tokio, overal staan de mensen van goede wil op. Dit is de stem van het volk. En de stem van het volk zal steeds meer gehoord worden. Dit is een ongekende kracht. Dit is een moment in de geschiedenis van de mensheid. Wij gaan beseffen dat we niet hoeven te aanvaarden dat een klein groepje mensen ons beheerst en tyranniseert bijna. Er heerst al heel lang een economische oorlog. Dit is een hele subtiele manier om mensen, volkeren, uit elkaar te drijven. Dit gebeurt al lang, en maar het volk wordt wakker en herkent het en pikt het niet langer. Op een vreedzame manier kunnen wij steeds onze stem krachtiger en krachtiger maken. En er is een leraar zoals de Boeddha en Jezus, en die heeft als één boodschap, geen geloof, geen religie, niks. Die zegt, alleen samendelen en rechtvaardigheid zal vrede brengen in de wereld. Dit is heel eenvoudig te doen. We hebben een prachtige wereld. Er is een overschot aan voedsel. Er is een overschot aan goede wil, aan kennis, aan technologie. En zelfs grondstoffen kunnen we aanboren zodat iedereen een goed leven heeft. Op dit moment gaan er kinderen van sterven van de honger.
Zieken worden niet geholpen. Mensen zijn zonder werk. Maar er is een wereld van overvloed als we maar samen delen. Dank u wel. Veel mensen die niet weten waarom we hier staan, denken dat het puur een klassenstrijd is. Een klassenstrijd tussen rijk en arm. Maar het is veel meer dan dat. Allereerst is het een eye-opener en een denktank. Omdat veel mensen niet weten hoe het economische, corrupte systeem vandaag de dag in elkaar zit. En een denktank, zodat we deze inzichten nieuwe oplossingen kunnen bedenken die fundamenteel zijn voor de mensen en de aarde. En ik denk als laatste dat het wellicht ook een doel is van deze opstand, is als een herinnering waarom we vroeger überhaupt ook mensenrechten hebben bedacht. Omdat die tegenwoordig het economische systeem steeds vaker geschonden worden. Ik vind ook dat we eindelijk een keer een einde moeten maken aan het stoppen van het negeren van technologische innovaties op het gebied van duurzaamheid en milieuvriendelijkheid. Puur omdat de huidige energiebronnen meer geld opbrengen voor de economie. Ik vind dat we moeten stoppen met het bewust vergiftigen van het volk door dingen zoals tabakindustrie, junkfoodindustrie. Omdat dat meer geld opbrengt voor de economie. Mensen die eerder doodgaan, dat bespaart geld. En behandeling voor kanker, dat brengt geld in het laadje. We moeten vooral in Amerika stoppen met de corruptie binnen de zorgverzekeringen. Door hevige concurrentiestrijd spenderen zorgverzekeraars tonnen met geld aan juridische experts om manieren te vinden om te voorkomen dat er zorg wordt vergoed. Waarvoor mensen wel premie voor betalen. We moeten stoppen met het volk te laten opdraaien voor de fouten die centrale banken gemaakt hebben. We moeten stoppen met het gebruik van de crisis om bezuinigingsplannen door te zetten. We moeten stoppen met het censureren en beïnvloeden van de media. Dat is gewoon propaganda, net als in de wereldoorlog. We moeten stoppen met de zogenaamde divide and conquer strategie. Op basis van politieke partijen, maatschappelijke ladder, geslacht, ras, leeftijd, geaardheid, het bewust creëren van oorlogen. Zolang we met elkaar blijven vechten, kan de elite gewoon doorgaan met hun zieke propaganda. We moeten stoppen met het schenden van de privacy van de mens. Onze privacy wordt gewoon verkocht aan bedrijven. Er zijn plannen voor het plaatsen van chips in mensen. De zogenaamde oorlog tegen terrorisme wordt gebruikt om vervolgens onze e-mails te scannen, onze telefoons af te luisteren en ons DNA af te staan. We moeten stoppen met het kiezen van zogenaamde politieke partijen die het volk toch niet vertegenwoordigen. Kijk naar Obama. Hij kreeg het hele volk achter zich op basis van vertrouwen. Maar al zijn plannen zijn uiteindelijk niet doorgevoerd. We moeten stoppen met het omkopen van politici, bedrijven en medewerkers als één, waardoor wetovertreders overal naar weg komen, waardoor bepaalde beslissingen die puur in belang zijn van bepaalde partijen of mensen toch doorgevoerd worden en waardoor bepaalde bedrijfsgeheimen ook daadwerkelijk geheim blijven. We moeten stoppen met het uitlokken van oorlog op politieke en economische redenen. De zogenaamde oorlog tegen terrorisme. Het blijven geven van staatsleningen om deze oorlog te financieren. Puur zodat centrale banken nog meer geld innen. Het blijven produceren van massavernietigingswapens. Omdat de centrale banken dan nog meer overheidscontracten binnen kunnen halen. En overige valsvlekoperaties. We moeten stoppen met het negeren van alternatieve vormen van geneeskunde die vele levens kunnen redden. Maar omdat de huidige farmaceutische industrie veel geld oplevert voor de economie, worden deze plannen niet doorgevoerd. Ik wil het woord niet te lang aan mezelf houden nu. Ik wil alleen afsluiten met dit. Ik heb namelijk 4 A4'tjes vol. Maar iedereen moet de kans hebben om zijn zeg te doen. Ik wil sluiten met dat iedereen in deze wereld het mee eens is dat oorlog slecht is. Dat educatie een mensrecht behoort te zijn. Dat de voedselvoorzieningen eerlijk verdeeld moeten worden. Dat de vrijheid van meningsuiting ook een mensrecht is. Dat het huidige financiële beleid niet werkt. Dat iedereen recht op sociale veiligheid. Dat privacy ook een mensrecht is. En dat iedereen de mogelijkheid heeft om te werken en zichzelf te employen. Dank u wel.